camera in mijn nek is de eerste het medium van camera's zijn die mij heeft geholpen mijn verhaal over te brengen. Het is de eerste camera die mij heeft geholpen anders te denken over het leven zoals ik nu denk. Het is de eerste stap naar waar ik nu ben als mens, als steeds samenleving. Ik maak verhalen, ik volg groepsidentiteiten. Mijn focus ligt ook op de mens en zijn identiteit. En vooral in de radicale vlakken van de hedendaagse maatschappij. Bendes, zoals ze worden genoemd, of gangs. Voor mij zijn het meer societies. Ik wil altijd voorbij dat vermeende stereotype beeld gaan van de mens. Altijd als ik kom en welkom, kom ik eigenlijk zo. Dus eigenlijk gewoon welkom. Dat is wel een van de extreemste welkomstberichten die ik heb gehad. Maar het is vooral altijd laat zien wie ze zijn. Wie ze zijn en laten weten dat ze er zijn. En op een gegeven moment, als ik een half jaar met ze ben, dan kom ik veel verder. Kom ik gewoon naar het echte leven. Het leven zoals wij die leven in ons hedendaagse massa. Eigenlijk net als hun, maar dan in een andere wereld. Kom ik met kinderen, kom ik met familieleden, kom bij de huizen. Kom veel dichterbij bij de mensen. Dat is het. Ik zie ze niet als bendes of gangs. Het zijn voor mij gewoon mensen. Ik benader ze ook mensen. Net zoals ik met jou praat nu, zo praat ik ook met hun. Gewoon als mens. Alle dingen die net op het randje van de hele dag samenleving zitten, dat trekt mij juist heel erg aan. Ja. Want hoe gek het ook klinkt, eigenlijk wil ik op dat randje gaan leven. Dat is mijn ultieme presentatie van mezelf. Op het randje. Maar ik ben bewust van dat het niet kan. Ik heb mijn zoontje, Meadows, ik heb mijn gezin, ik heb mijn fotografie, alles waar ik naartoe heb gewerkt, dus kan niet. Kijk hier, bang bang. Oh, dankjewel. Rustig. Lekker, je bent rustig met ding. Hola. Hey, hoe is het? Zitten. Helemaal in. Rotterdam. Rotterdam is mijn alles, mijn hart. Geboren en getogen in Rotterdam. Vecht voor Rotterdam. Rotterdam heeft alles. Reizen doe ik vaak, maar ik wil altijd terug in Rotterdam zijn. Het is niet meer alleen maar fotografie, het is meer dan dat. Het is nu tijd om te veranderen. Iedereen bewust te maken, voorbij dat vermeende stereotype beeld te denken. Gewoon societies te accepteren. Ik werk al 8 jaar aan societies. Vertrouwen kan je niet binnen een dag verdienen. Maar ik kan wel die positiviteit of die energie voor het vertrouwen kan wel in 1 dag. Ja, je moet echt de mens leren kennen. Niet diegene met die masker op, maar de mens. En dat duurt gewoon langer dan je denkt. Mensen praten over gangs, over bendes, terwijl ik dat helemaal niet breng. Ik breng alleen maar het bewustzijn van mensen in verschillende werelden. Het is alleen maar positief. Daarmee kan je basis stellen voor jezelf gewoon in het leven. Daarom is fotografie mijn leven. Vroeger ben ik zelf, was mijn manier om mensen te dwingen om te begrijpen hoe iets moet zijn, was mijn manier geweld, fysiek geweld. Dus zelf met mijn eigen handen iets overbrengen en voor mij was dat de manier de enige manier waarbij dat mogelijk was. Ommekeer kwam voor mij op een gegeven moment dat ik steeds tegen muren aanliep. Ik zag steeds die 4 muren om me heen, in en uit, in en uit. Steeds op een gegeven moment werd ik van bewust dat dat niet meer de manier was die mij verder zou kunnen helpen. En toen was het voor mij duidelijk, toen moest ik het aanpakken. Ik wist dat fotografie de enigste manier was voor mij. Ja, het is moeilijk om erover te praten, omdat het
het is zoals het is. Strijd, loyaliteit, respect, eerlijkheid, openheid. Dus het zijn gewoon de basispatronen van het leven. Ieder op zijn eigen manier. Ja, elke keer als ik zeg maar voor mijn werk sta, dan raak ik bewust en voel ik me vereerd dat ik zoveel mensen op de foto heb gezet. Zoveel verschillende soorten mensen. Het is eigenlijk het gevoel dat sommige mensen hebben bij heel veel Facebook-vrienden, dat heb ik gewoon met mijn fotografie. Er zit geen afstand tussen mij en hun. Totaal niet. Ik ben gewoon met hun, in hun wereld. Eigenlijk is dit waarmee ik nu bezig ben, dat zet zich altijd door. Mijn nieuw stuk is Afrika. In Nairobi ga ik de Islanders doen. Dus, Nairobi is heel erg verdeeld in wat ik tot nu toe heb meegekregen in rijk gedeelte, centrum en de sloppenwijken. En ik ga me concentreren op de sloppenwijken. Het leven daar. En ik hoop, tenminste wat ik nu van hun krijg, is dat ik meer dan welkom ben in hun wereld. Dus daar ben ik ook al heel erg blij om. En gewoon heel erg zin in om daar een heel mooi beeld te maken, mooie verhalen mee te nemen naar hier, Rotterdam.